Ik ben Ilonka Verschoor. Ik ben op dit moment 31 jaar en ik ben draagster van het BRCA1 gen. Toen ik 28 was, was ik bezig met embryoselectie en IVF om zwanger te worden, omdat ik het BRCA1 gen niet door wil geven aan mijn eigen kinderen. Ik ging naar het Daniel Danoet ziekenhuis om een eigenlijk oké briefje te krijgen om weer verder te gaan met de volgende behandeling, omdat mijn vorige IVF-behandeling was mislukt. En op dat moment ging ik ervan uit dat alles gewoon goed was. Maar kreeg ik te horen dat ik borstkanker had. De wereld stortte in. Ik was bezig met baby's, met kinderkamertjes, met kinderkleding. En ineens ga je een heel ander traject in, een heel ander medisch traject. Het ging allemaal heel snel. Binnen 2 weken ben ik geopereerd, borstbesparend. Omdat het wel een hele grote, moeilijke keuze was om direct al voor preventieve verwijdering van mijn borsten te kiezen. Daarna heb ik na de operatie chemotherapie en bestralingen gekregen. Vervolgens kwam ik in een wat rustiger vaarwater terecht. En dacht ik van nou, ik ga mijn leven weer helemaal oppakken, ik ga er tegenaan. Maar dat valt dan toch wel eventjes wat tegen. Met goede hulp, psychologische hulp vanuit de Vruchtenburg, ben ik er weer helemaal bovenop gekomen. En heb ik uiteindelijk besloten om mijn borsten preventief te verwijderen. Dat voelde voor mij gewoon het veiligste. Mijn borsten waren op dat moment gewoon niet meer echt van mij, niet veilig genoeg. In mei 2013 zijn mijn borsten beide preventief verwijderd en heb ik gekozen voor siliconen. Op dit moment heb ik de siliconen gekregen. Moet ik nog wel verder geopereerd gaan worden, maar dat doe ik gewoon wanneer het voor mij uitkomt. Ja, ik denk dat het juist heel goed is, vooral voor jonge vrouwen, omdat ik merkte zelf dat het bijvoorbeeld met zwanger worden, gebruik van de pil, dat soort dingen, daar was nog zo weinig informatie over. En ik weet nog heel goed dat je zei van ja, dat ga ik in team bespreken, ik weet het niet. En dat is zo fijn aan een academisch ziekenhuis, dat er gewoon meerdere disciplines zijn die daar dan over na kunnen gaan denken. Omdat ja, bij jonge vrouwen zijn er gewoon, en vooral ook BRCA1-draagsters, is er nog heel weinig onderzoek naar een heleboel dingen gedaan, waar ik nu ook wel tegenaan loop. Bijvoorbeeld van nou, ik heb nu borstkanker gehad en ik wil toch weer verder met IVF. Kan dat? Wat zijn de risico's voor mij? Wat zijn de risico's voor het kind? En dat, daar is gewoon nog zo weinig onderzoek naar gedaan. En in zo'n academische setting kun je daar natuurlijk met meerdere disciplines over nadenken. En dat geeft mij gewoon een heel veilig gevoel dat er meerdere mensen over die vraag nadenken en meerdere mensen mij daarin kunnen adviseren van verschillende vakgebieden.